In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest. Effeta. Ga open. Dat is het trefwoord voor deze viering. Een doofstomme die weer tot spreken en horen komt. Het is een verhaal wat waarschijnlijk pas gaat werken voor ons als wij durven toegeven dat wij zelf de rol spelen van de doofstomme ten opzichte van Jezus. Welkom in deze viering, welkom ook aan hen die thuis met ons verbonden zijn. En een speciaal welkom voor mensen van wie we weten dat ze ziek zijn. Laten wij met hen bijzonder verbonden zijn op deze zieke zondag. We vragen aan het begin van de viering Gods barmhartigheid. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Laten wij bidden. Heer God, wij vragen, voorkom dat wij zelf blind zijn of doof voor wat u ons wilt vertellen. Wij vragen u, maak ons ontvankelijk voor het goede dat u door mensen bewerkt, zodat wij ook van u kunnen getuigen, alles heeft hij wel gedaan. Dat vragen wij door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is een gedeelte uit de profeet Jesaja. Spreek tot allen die de moed verloren hebben. Vat moed en vrees niet. Uw God komt om de wraak te voltrekken. God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Ja, in de steppen zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn. De dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land één waterbron. Tot zover deze eerste lezing. De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Decapolis. Men bracht een doofstomme bij hem en smeekte hem dat hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem, Ephetha, wat betekent ga open.
Terstond gingen zijn oren open, werd de band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan iemand te zeggen, maar met hoe meer nadruk hij dat verbood, des te luider verkondigde zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen ze uit: "Hij heeft alles wel gedaan. Hij laat doven horen en stommen spreken." Tot zover de lezing uit het Evangelie. Effeta. Een van de weinige woorden in het evangelie die zijn overgeleverd in het Aramees. Dat was Jezus' moedertaal. Zo krachtig woord dat ze niet wisten hoe ze dat zouden kunnen vertalen in het Grieks. De taal waarin het evangelie werd geschreven. Zo'n 30 jaar na het aards bestaan van Jezus. Het is net zo'n woord als kumi. Van dat verhaal Talita kumi. Meisje, sta op. Heel rechtstreekse opdrachten, bijna commando's van Jezus. Sta op, ga open. En met die twee krachttermen is heel Jezus' optreden misschien samen te vatten. Kumi, effeta, sta op, ga open. Met die woorden in Jezus' moedertaal zijn we even heel dicht bij de oorsprong van het evangelie. We zijn bijna directe getuigen van dat incident daar ergens aan de overkant van het meer van Galilea. Ja, een incident, een kleinigheidje bijna in het leven van Jezus. Hij heeft zoveel van dit soort ontmoetingen gehad. En hij ging immers van stad tot stad en was er voor elke zieke en gewonde. Voor elk slachtoffer van de werkelijkheid van het leven. Wat maakt dit incident dan zo bijzonder ten opzichte van al die andere dingen? Het verhaal schetst enkele karakteristieke elementen van Jezus' optreden. Het begint al met dat mensen Jezus om genezing smeken. En de druk van de mensen die weten dat hij op dat gebied iets kan, is enorm. Ze gebruiken hem schaamteloos. Doe toch iets. Kom ons te hulp. En dan staat er dat Jezus hem terzijde neemt. Jezus is niet iemand om de show te stelen, om te roepen van kom allemaal, ik ga iets groots verrichten, succes willen boeken, stemmen willen winnen. Hij doet zijn werk liever onopvallend. Geheel ten dienste van degene die zijn hulp vraagt. De man tegenover hem is doofstom. Met zijn vingers lijkt Jezus die oren wel open te willen duwen. En met zijn speeksel de tong die hard is geworden weer soepel te maken. Het is een hele fysieke, heel tastbare benadering van de hulpvragende. Het doet ons denken aan de praktijk van een gebedsgenezer. Wanneer hebben wij zelf nog zulk fysiek contact met elkaar, zodat het ook genezend werkt? Het ging niet vanzelf. Het kostte Jezus telkens moeite, elke genezing opnieuw en zoals bij deze ook weer. Hij zuchtte, staat erbij. Dat hij er zo moeite mee had, dat zegt niet zozeer iets over zijn beperkte vermogen, dat hij het eigenlijk niet kon en daaroverheen moest stappen, maar het beperkte vermogen van de zieke om zich te laten genezen. Maar zodra dan het hoge woord eruit is, effeta, gaat terstond zijn oren open en kan hij weer spreken. Als Jezus' kracht het wint van de tegenkrachten die in ons zich telkens weer laten gelden,
dan is het ook meteen afgelopen. Karakteristiek voor het evangelie van Marcus, er is iets onverbiddelijks aan het evangelie. En ook aan Jezus die daar de hoofdrol in speelt, om wie je niet heen kunt. Dan verbiedt Jezus de man te spreken over wat hij heeft meegemaakt. Alsof dat een logische zaak is. Je was doofstom, je wordt genezen, je kunt weer praten. En dan zegt Jezus, hou je mond. Wat een tegenstrijdigheid. De achtergrond is dat Jezus pas wil dat je over hem praat als je heel zijn leven kunt overzien. Niet alleen de successen met de genezingen, maar vooral het succes van zijn kruisdood. Zo absurd als dat ook klinkt. Het feest van kruisverheffing komende week, 14 september, zal onze aandacht daar weer eens op vestigen. De gebeurtenissen die Jezus veroorzaakt, doen mensen telkens weer perplex staan. Het staat er. Buiten zichzelf van verbazing roepen ze uit, oh, hij heeft alles wel gedaan. Dit is een groot mens in ons midden. Hoe is het mogelijk? Fantastisch. U zult wel aanvoelen dat de betekenis van het verhaal niet beperkt blijft tot dat incident toen ooit aan het meer van Galilea. Door dit verhaal heen zegt Jezus in zijn eigen woorden aan ieder van ons, aan alle hier aanwezig, Effeta, ga open. Net zo helder en direct als die andere kreet, Kumi, sta op. En volgens het verhaal moeten we dan terstond opstaan en open gaan. Ja, en dat dat niet zomaar gebeurt, eens klaps en vanzelf, dat zegt veel over ons beperkte vermogen om ons werkelijk door Jezus te laten openen. Marcus daagt ons uit met zijn terstond en maakt onze aarzeling dus nog scherper zichtbaar. Wij mogen ons getroost weten met de gedachte dat het ook niet per se ineens hoeft. We krijgen een heel mensenleven om naar Jezus' leefwijze toe te groeien. Wie het lied kent, de steppe zal bloeien, heeft nu misschien gehoord dat het een tekst is uit de profeet Jesaja. De eerste lezing begint met, spreek tot alle die de moed verloren hebben. En dan ontvouwt zich het visioen, de droge steppe zal bloeien. Alles wat doof en stom is in ons zal opengaan en lachen en juichen. En het is een en al vreugde en enthousiasme. Het zijn woorden die ook voor zieken moeten werken als een oproep, als een uitdaging. Weet dat God met je verbonden is. Dat Jezus geloof in het leven enorm sterk is. En buiten onszelf van verbazing zullen we dan allemaal roepen, hij heeft alles wel gedaan. Sta op en ga open. Wij zeggen onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus en in gestorven onze Heer. Ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die nedergedaald is. Kruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vereistenis van het lichaam en het eeuwige leven.
Laten we samen bidden tot onze God die genezing brengt. Voor allen in de kerk. Dat wij helder verkondigen wat ons is toevertrouwd. En de genezende kracht van Gods liefde voor iedereen kenbaar maken. Laat ons zingend bidden. De wereld, dat ogen en oren open gaan en mensen elkaar zien en verstaan, dat mensen elkaar bemoedigen en hoop geven. Laat ons zingend bidden. Voor de zieken, heel in het bijzonder vandaag, dat zij in het besef van Gods nabijheid moed houden en het vertrouwen bewaren. Voor de velen die lijden onder oorlog en geweld, dat zij genezing vinden en vrede. Laat ons zingend bidden. Laten wij bidden voor alle mensen die wij vandaag in het bijzonder willen gedenken. Wim Tonen en overleden familie. Jo en Anton Fleuren de Bruin. Piet en Ton Kloosterman, arts. Chef en Rini Verastonk Teunissen. Heer en mevrouw Goes Loeven. Fien Bros van Tiel. Voor het welslagen van een operatie. Martien van Swam. Anne de Weert en de overige familieleden. Harry en Gon de Bruin Hurkens, Mieke Klerks van Steenhoven, Annie Lamers Bosman, Rie Schuller Broekmeijer, Dini Lansink, Gerry Lamers Verhoeven, Willy van de Heuvel Broekman, Kobi Willems Potjens, Mintje Elmans Derksen, Stien Straten Rossen, Ans Roelofs van Ooyen, Koosje Jansen Arts, Carla van der Lee van Leuke en overleden familie. Harry Pijnappels Schelleman. Ank Jansen. Harry Arts. Joseph Adriaanse. Henk van Capelle. Nol Verwaaien. Frans Gene. Ben Roldaan. Martijn Peters Sengers. Marijn Peters Sengers. Peter Rijmer. Hent Jansen. Harry Straten. Henk Gijspers. En hen die in de afgelopen week zijn overleden, Jan Schel, zuster Gabriella, zuster Concilia, zuster Heriberta, Gerda Poelen de Klein in Malden, Piet van Summeren in Bergharen en Harry Windjes. Laat ons voor hen zingend bidden. Heer God, laat bij ons binnenkomen uw woorden, Ephata, Kumi, dat wij uw leven in ons toelaten, dat vragen we u door Christus onze Heer. We maken de tafel klaar voor de viering van de Eucharistie. Dit is ook het moment dat u daaraan uw bijdrage kunt geven.
Bid, broeders en zusters, dat mij en u over aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, rond brood en wijn vormen wij de gemeenschap die de liefde van Jezus wil gedenken en vieren. Wij vragen u, maak ons ontvankelijk voor de gave van uw heilig maal door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij danken u, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en Broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren, heeft hij van harte lief gehad. Deelgenoot was hij in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft hij ons doen verstaan, dat gij begaan zijt met uw mensen en vriendelijk zorg voor hen draagt, zoals een vader doet voor zijn kinderen. Daarom loven en prijzen u de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan van uw grote heerlijkheid. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zet gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zet gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl hij zei, neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn, sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak, neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood. Bidden wij samen, oneindig goede Vader. Wij vieren de gedachtenis van onze verzoening. Wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt. Is hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer. Erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar u, Vader, geopend en begaanbaar zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen. Vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed. En laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Benedictus en onze bisschoppen Anton en Robertus. Bidden wij samen, maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus al naar u zijn teruggekeerd. En over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend, breng hen tot het licht van de verrijzenis. Dan zeggen we samen. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de maagd en moeder van God, met uw apostelen en martelaren, met de heilige Antonius Abt en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we dan, broeders en zusters, samen het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van alle ongerechtigheid. Beveiligd tegen alle onrust en alle geweld, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk, kracht en heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De van onze Heer zij altijd met u. Geef elkaar ook een teken van vrede. Gelukkige mensen zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat God tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
lichaam van Christus. Bloed van Christus.
Laten wij bidden. Heer God, gij vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid, nu wij uw Zoon hebben herkend bij het breken van het brood. Wij vragen u, geef ons de geest van echte onthechting, zodat we niemand iets schuldig blijven. Dat we openstaan voor u, onze naasten kunnen beminnen en uw geboden onderhouden. Dat vragen wij door Christus onze Heer. ...23 september is een belangrijke datum in onze 12 apostelenparochie. Monsieur Hurkmans zelf zal dan naar Wijchen komen om tijdens die viering pastoor Martin Klaas hier te installeren tot pastoor van onze parochie van 12 apostelen. Alle andere kerken van de parochie van Bergharen tot Heumen zullen dan gesloten zijn. Wij hopen dat, nou ja, alle parochianen die zullen hier niet inpassen, maar zoveel als mogelijk van harte welkom. Meer informatie over die viering vindt u dan in de apostelbode van september. Hij begint om 10:00. En wat ik verder zoek, dat zijn Maria-meisjes. Als u nou weet wat dat zijn. Ze moeten een jaar of 14, 15 zijn. Ze moeten liefst met z'n vieren zijn. En in staat zijn om samen het Mariabeeld te dragen. Dat zaterdag in de bedevaart naar Kevelaar, in Kevelaar, meegedragen wordt in de processie. Zij kunnen zich melden ofwel bij Alexander de Haas of bij het parochiecentrum. Misschien komen er wel 8. Dan gaan we dat weer anders oplossen. Cumi Effeta. Dat is alles wat u moet weten om gelovig te kunnen zijn en ontvankelijk te worden voor wat Jezus in ons doet. Laten we vragen dat hij ons vergezelt met zijn zegen. Zegene en behoorde u, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laten we gaan in vrede.